Als beginnende onderwaterfotograaf ben je vaak nog helemaal niet bezig met compositie. Vaak zijn er zoveel technische problemen die je moet oplossen over belichting, dat je eigenlijk al blij bent als een foto goed belicht is en dat die scherp is. Maar toch moet je proberen om ook vanaf het begin rekening te houden met een aantal dingen, hè, waar je foto's al meteen beter eruit zullen zien. Nou goed, ik bedoel. Ten eerste, als je foto's maakt, het standpunt waar vandaan je de foto maakt. Je bent in het begin heel erg snel geneigd om foto's te maken, net zoals dat je duikt. Zo'n beetje, met je lamp zoek je op schuin in een hoek van 45 graden, zoek je de bodem af. Ja, dat is eigenlijk om foto's te maken op deze manier het minst interessant. En technisch is het ook heel erg lastig, want je licht wat uit je flitser komt, zal vaak de voorgrond veel feller belichten als de achtergrond. Dus je krijgt ook zo'n verloop van licht naar donker. En ja, beesten of loop ook zitten ook vast tegen dat. Dus je moet proberen als je fotografeert al meteen een zo laag mogelijk standpunt in te nemen, zodat je een beetje overloopt. Dat kan lastig zijn, al, hè? Soms is het gewoon dan niet goed op het schermpje te kijken. En makkelijker is het natuurlijk als er objecten ergens bovenop zitten op een steen, en dan fotografeer dat je op gelijke hoogte zit met je onderwerp, dan heb je ook vaak dat de achtergrond verder weg onscherp wordt, zodat een object mooi loskomt van de achtergrond. Wat hebben we nog meer? De verhouding. Ook wat je in het begin heel erg snel doet, is dat je niet dichtbij genoeg komt. Hè? Want je ziet op het schermpje, zie je in het midden, kijk je al, zie je, daar is je object. En dan druk je al af. En als je later de foto ziet, ja, dan is het object eigenlijk maar betrekkelijk klein wat je ziet. En er zit heel erg veel omgeving. Je moet jezelf in het begin vooral wennen om dichter bij je object te gaan. Vissen van dichtbij fotograferen is nog eens een keertje extra moeilijk. Want ja, vissen gaan er vandoor. Zeker als je al te dichtbij komt, dan zullen ze wegvluchten. Ja, en een foto van een wegvluchtende vis, ja, dat is gewoon een mislukte foto. Dus maak die maar niet. Wacht dan tot er een nieuwe gelegenheid komt. Wat je natuurlijk ook op moet passen, is dat je niet al te dichtbij fotografeert. Want goed, wat ook niet mooi is, is een vis waar de vinnetjes zijn afgesneden of waar een groot gedeelte van de staart ontbreekt. Dat is in feite ook een mislukte foto. Dus ja, foto's van vissen. Ja, een vis moet lekker in beeld zijn. Eigenlijk liefst dat er aan de voorkant iets meer ruimte zit als aan de achterkant. Hè? Zodat je bijvoorbeeld, ja, ze zeggen wel eens, een vis moet ruimte nodig om te zwemmen. Dus dat is het mooiste. Je kunt ook, hè, als je een vis heel dichtbij fotograferen. Hè, bijvoorbeeld alleen de kop. En dan mag er een heel groot gedeelte van de vis mag er afgesneden worden. Dan spreek je van een visportret. Dat kunnen ook helemaal, als je dat lukt, hè, zo dichtbij te komen, hè, dat je echt alleen de kop. Dat lukt vaak alleen, ja, als een vis in een holletje zit. Of hij blijft misschien helemaal op de bodem zitten. Dat hij denkt dat hij dan niet gezien wordt, dat hij niet beweegt. Nou ja, als je die heel goed kunt benaderen, dat je alleen de kop in beeld kunt krijgen, ja, dan kun je hartstikke mooie foto's maken. Let daarbij wel op dat minimaal het oog scherp is, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Niet de kop, hè, of de mond, maar gewoon dat een oog dan scherp is. Nou, dan, dit zijn een paar simpele regeltjes, maar als je je daar toch bij nadenkt als je fotografeert, zeker toch ook als beginnende fotograaf, dan zul je zien dat dat je hele leuke foto's kunt maken waar je echt heel veel mensen veel plezier mee kunt doen. Nou goed, ik ga later nog wel eens een keertje in op andere compositieregels, maar ik denk als beginnende fotograaf, als je die paar regels die ik nu heb verteld, als je je daar een beetje aan houdt, dan zul je best een stuk meer tevreden zijn.